Welkom bij een nieuwe uitzending van Obla Online TV voor overheidsmanagement. Vandaag een bijzondere uitzending over het PORI-rapport wat nooit naar de Kamer is gestuurd. En vooral hoe de ambtenaren en staatssecretaris Mansveld in een spanningsveld terechtkwamen. Althans, zo leek het. Lieten ze elkaar in de steek of niet? Vandaag onze speciale gast, Siebe Rietstra, secretaris-generaal van het ministerie van INM. Slecht werk geleverd, dat is wat er in de krant stond. Wat is er precies gebeurd? Is het niet gewoon een rapport die niet is opgestuurd? Nou, er is slecht werk geleverd in die zin. Er lag een politieke opdracht om een inspectierapport naar de Kamer te sturen. Dat dateerde van september vorig jaar. En om een heel veelvoud van redenen. Er moest eerst een beleidsreactie bij worden gemaakt. Er waren de verkiezingen. Er waren andere Kamerdebatten. Die beleidsreactie werd wel gemaakt. Is ook gemaakt. Was in oktober ook klaar. Werd die niet meteen aan de staatssecretaris aangeboden, aan de nieuwe staatssecretaris, want er was een portefeuillewisseling. Er ontstoot genoeg, moeten we nu alsnog toch wel die beleidsreactie. Maar inmiddels zijn we zoveel verder. En we hebben ook een discussie over het rapport Kuiken, van het Kamerlid Kuiken. En dat is eind november. Voegt het nu nog toe, want we hebben ook eigenlijk al de afspraken doorgevoerd. En kunnen we het alsnog niet gewoon op internet zetten? Ja. Ja, en dan ontstaat zo'n discussie waar uiteindelijk niet terug is gekoppeld naar de politieke leiding. Wat natuurlijk had gemoeten. Gaan we het alsnog sturen? Of zetten we het gewoon simpelweg op internet? Het leek in de krant even alsof de opzet in het spel was. Nee. Dat het niet naar buiten is gestuurd. Nee, er was geen opzet. In die zin, geen opzet. Zo van, dit houden we achter. Want opzet heeft altijd twee betekenissen. Hou iets achter voor de politieke leiding. Er werd niks achtergehouden. Ik heb ook alle verslagen van alle gesprekken daarover gezien met de politieke leiding. In die zin tot september vorig jaar. En er was ook geen reden om het achter te houden voor de nieuwe staatssecretaris. Want er werd ook al gewerkt om de aanbevelingen door te voeren. Het tweede was gewoon, het had gewoon naar de Kamer moeten worden gestuurd. Nou, er was geen reden politiek voor de minister of de staatssecretaris om het niet naar de Kamer te willen sturen. Maar dat leverde wel een spanning op. Staatssecretaris Mansveld moest acte présence geven in de Tweede Kamer. Kreeg zelfs een gele kaart. En haar eerste reflex was direct dreigen met een berisping, sancties naar u en uw ambtenaren. Ja, en de eerste reflex was, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan is ook altijd weer de vraag, en dat is denk ik ook voor een SG altijd de vraag. En je komt in een spanningsveld dat enerzijds is er sprake van een politieke verantwoordelijkheid naar de Kamer. Heeft de staatssecretaris de Kamer adequaat en tijdig geïnformeerd? En anderzijds, in het huidige maatschappelijke tijdsbestel wil men vaak graag weten, ja, wie is de schuldige? Grijpt de man of vrouw? En daarom vind ik het interessant. Wat gaat er dan op zo'n moment nu om? Komt er dan een gekke stoelendans tussen u en de staatssecretaris en de minister? Als het gaat om wie is nou eigenlijk degene die, als er al een berisping moet komen, dat soort dingen moet doen? Nou, dat is eigenlijk ook vrij eenvoudig. De minister en de staatssecretaris hebben mij gewoon gevraagd, ja, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Daar probeer je eigenlijk in een heel kort tijdsbestek voor 24 uur een beeld van te krijgen. En dan heb je op dat moment helemaal niet over berispingen of over sancties, want het zijn natuurlijk dezelfde mensen die in dat hele proces betrokken zijn, die op dat moment, want dat is ook wel soms wel heel spannend en ingewikkeld, dezelfde mensen die natuurlijk bij betrokken waren bij dat hele proces. Die moeten het ook oplossen. Die moeten het ook oplossen. Die zaten ook bij het Kamerdebat gewoon in de ambtenarenkamers om antwoorden te schrijven op al die zaken. Dus berisping of dingen, dat op dat moment niet aan de orde. Ik heb wel in overleg met de staatssecretaris en de minister de volgende dag aangegeven, dit moet wel verder worden onderzocht voor wat er aan de orde is. En arbeidsrechtelijk is, als die berisping al dan niet aan de orde is, ja, de SG is de werkgever en op dat punt de verantwoordelijke. Maar dan toch lijkt het mij heel gek als je als ambtenaar in de Kamer erachter zit antwoorden te schrijven. Ze heeft het wel gezegd. Ja, nee, maar dat gaf ook daar de volgende dag. We hebben heel veel daarna gedaan. In de eerste plaats, de volgende dag, heb ik een mailbericht naar alle medewerkers gestuurd. In een beetje drie lijn toonzetting. Er is toch wel een ernstige fout gemaakt. Die kunnen we niet kleiner maken dan die is. Er is een rapport niet naar de Kamer gestuurd. Het raakte mij ook dat er toch een heel erg fel debat ontstond, alsof het een chaos op het departement was. Ik heb achteraf, en dat vind ik nog steeds, het was een incident, een heel vervelend en fout incident. En het beeld was natuurlijk dat mensen toch het idee hadden, hey, in de politieke verhoudingen
lijkt de schuldvraag en de verantwoordelijkheidsvraag bij mij te komen liggen. Niet als SG, maar mij als ambtenaar. Dus de volgende dag gezegd, er is een fout gemaakt. Het was een slechte dag voor INM. En we gaan wel onderzoeken wat er is gebeurd. Daarnaast heb ik met de betrokken inspecteur-generaal en de DG de volgende dag alle betrokken medewerkers bijeengehaald. Hebben we daar uitvoerig over gesproken. Wat het met hen deed. Of ze zich nog veilig voelden. Hoe ze erin zaten. Wat trof je toen aan? Want dat is een emotionele bijeenkomst. Dat mensen hadden toch het idee. En zeker als de volgende dag natuurlijk. Als je 's morgens dan ook de volgende dag na het debat de krant leest. Hadden ze hoe gaat dit nu werken in de toekomst voor mijn werk zelf. In mijn omgeving. En kom ik weer tot een goede werkverhouding met de minister of de staatssecretaris. Is dat wat dan direct al besproken wordt? Want ik kan me voorstellen dat nu een hele belangrijke vraag is. Hè? Dat toch denkt. Nee, maar het is de eerste dag natuurlijk wat de volgende dag. Mensen hebben helemaal slecht geslapen of niet geslapen. Die hebben daar toch toch een emotionele toestand. Je zit in een situatie dat natuurlijk een heel groot vergrootglas op je werk is gelegd. Er hele grote woorden overal zijn gesproken. Ja, dat betrekken mensen op zichzelf. Het zijn in die zin net gewone mensen, hè? Ja. Hoe zorg je dat je dan toch blijft in een sfeer waarbij mensen dienstbaar blijven aan een minister, dienstbaar blijven aan een... Nou, intensief het gesprek dagelijks voeren. Want ik heb dat de volgende dag gedaan. De minister en de staatssecretaris hebben dat vervolgens ook gedaan. Die hebben bijvoorbeeld, wij hebben een grote lounge op de Plasmaweg. Hebben mensen uitgenodigd om daar te komen. Mocht iedereen langskomen, hebben ze met heel veel mensen gesproken. De staatssecretaris heeft met de afdeling, met de directie gesproken, met het managementteam gesproken. Dus we zijn niet naar een heel vervelende avond, waar gewoon toch een vervelend beeld, zijn we niet uiteengegaan. En nu gaan we over en weer met elkaar skutraketten uitwisselen. Geen kombrink wel, maar wat gaan we hierna doen? We gaan gewoon doen en we gaan kijken hoe we het herstel van vertrouwen kunnen, hoe een veilige organisatie, hoe we kunnen sturen vertrouwen. De staatssecretaris en de minister en de hele bestuursraad hebben op de maandag naar de donderdag bijeengezeten. Hoe kijken we hierop terug? Wat is er gebeurd? Wat doet dit met je? Hoe gaan we dit aanpakken? En logisch, volgens mij is dat het. Je gaat met z'n allen vooruit kijken en ja. Wat doe je dan? Wat heeft dan een opmerking als van een bewindspersoon die zegt dit is onvergeeflijk? Je kan iemand eigenlijk niet meer uit de voeten. Deze hele situatie is onvergeeflijk en dat moet op de een of andere manier gelijmd worden. Hoeveel impact heeft dat? Of is dat, we hebben het gehoord en we vergeten het? Of wat gebeurt er dan? Nee, maar wat ik al zei, dat is een hele zware term. En die kwam ook bij veel mensen natuurlijk hard aan. En daar is het gesprek ook over gegaan. En dat gesprek voer je onder de vier ogen, onder de zes ogen, onder acht ogen. Dat moet je ook van mens tot mens met de toelichting over en weer wat er gebeurd is. Want het is ook heel simpel. De volgende week waren alweer algemene overleggen waarin we met elkaar gewoon weer verder moesten. En eigenlijk, we hebben de weken daarna, en dat heeft de staatssecretaris actief gedaan, de minister actief gedaan, dat heeft de ambtelijke leiding gedaan. Eigenlijk bij iedere bijeenkomst waar dat aan de orde zou kunnen komen, hebben we het er even over gehad. Hoe we erin zaten, hoe we tegenaan keken, hoe we ermee om zouden gaan. Dus in die zin hebben we het weer teruggebracht naar de menselijke maat van samenwerking. Daarnaast, maar dat gaf ik leraar, hebben we gewoon wel onderzocht. Zitten er systematische elementen aan waar we aandacht aan moeten besteden? En daar heeft Jan-Willem Holslag onderzoek naar gedaan. Terugkijkend, had u eigenlijk een aantal maanden, nu is inmiddels alles weer wat rustiger geworden. Had u anders moeten acteren om te zorgen dat een minister niet zulke ferme uitspraken deed? Of is dat... Nou, nee, je moet je altijd afvragen, wat doe je anders dan? Ik ben heel erg, en dat heb ik ook de volgende dag meteen gezegd, van vertrouwen in de organisatie, vertrouwen in de mensen, sturen, leiding geven op basis van vertrouwen, niet op basis. Dat hebben we ook niet gedaan, hè? We hebben niet andere nieuwe regels gesteld waar je aan moet gedragen, wat je moet doen. Behalve waar er onduidelijk waren, hebben ze nog eens een keer gememoreerd. Hoe gaan we om met inspectierapporten? Daarom ben ik niet anders gaan optreden. Want ik geloof, ben er volstrekt van overtuigd dat het een professionele departement is met mensen die het absoluut loyaal. Misschien is het soms wel te loyaal, want dat is ook wel, komt het nou goed uit om het rapport vandaag te sturen? Nou, dat is plaatsvervangend denken, wat ook niet altijd goed is. Loyaal daaraan aan werken. Dus op dat punt ga ik gewoon geen andere dingen doen. We hebben wel met elkaar gekeken. Wat is er systematisch van te leren? Nou, we hebben twee thema's als bestuursraad.
Ook bijvoorbeeld zijn we met de bestuursraad 2 keer uitvoerig daarover gaan spreken, los van het rapport Hotelslag. Wat zien wij nu als systematische elementen? En daar hebben we het gesprek over gevoerd. Welke de afronding ben ik benieuwd. Welke onderdelen uit die systematische leerpunten kunt u een collega adviseren? Nou, het waren 2 dingen en dat hebben we ook afgelopen weken met alle 100 directeuren besproken. Alle directeuren besproken op de directeurenconferentie. Rolvastheid, dus beleid, inspectie, handhaving, toezicht. En de tweede is, hoe ga je om met escaleren en niet escaleren? En mijn collega Jan-Henrik Dronkers en ik hebben een stukje daarvoor gezegd. 15 argumenten om wel te escaleren en 15 argumenten om niet te escaleren. Dat hebben we gewoon met iedereen besproken, met alle directeuren. We hebben afgesproken dat in alle managementteams, met alle afdelingen, met alle mensen te bespreken. En het tweede, de lijn inspectie. Beleid gaan alle beleidsafdelingen met hun respectieve counterparts aan de inspectiekant. Wat is de rol? Hoe houden we die rol vast? Hoe gaan we zelfs met eigen gescheiden verantwoordelijkheid wel de samenwerking aan? En dat waren 2 systematische dingen die we dit jaar systematisch ook gaan uitvoeren. Want je moet het wel serieus nemen, want er was geen grapje het incident. Ja. Is alles weer normaal nu? Ik merk dat de acute spanning is van het verhaal af. Het wordt natuurlijk, je bent wel gegroeid. Het is een beetje, mijn collega Jelle Teunissen zegt altijd, je maakt fouten, daar moet je van leren. Het is een beetje APK-keuring. Dan moet je gewoon met z'n allen weer even erdoorheen. Wat leren we hiervan? En wij hebben gewoon echt toch wel met z'n allen actief deze fout, wat het was, gewoon gebruikt om de organisatie weer op een hoger plan te brengen. En niet elkaar de vraag te stellen, ben jij nou schuldig of ben ik nou schuldig? We hebben natuurlijk die RKW-gesprekken met de meest betrokkenen. Die worden ook gewoon gevoerd. Maar vooral, wat kunnen we hiervoor leren en hoe worden we weer een stukje beter? Helder. Dank. Tot je dienst. Dank voor de komst. Dank.